Deze voetreis wordt mede mogelijk gemaakt door Café De Bommel. Dan ga ik nu toch even een aantal andere mensen aankondigen. Ik wil graag even naar voren halen Martin van der Eyck van de Hersenstichting. En die gaat ook even heel kort en onder vertellen. Dames en heren, goeie avond. Ben ik goed te verstaan? Heel erg. Top. Dames en heren, onze hersenen zijn ons kostbaarste bezit. Onze hersenen bepalen wie we zijn, wat we denken, wat we voelen. Ze maken dat we kunnen voelen wat liefde is. Iedere dag verwerken onze hersenen meer dan 70.000 gedachten. Zelfs als u straks op één oor ligt. Dat is aan de ene kant misschien heel vanzelfsprekend, maar onze hersenen zijn tegelijkertijd ook ontzettend kwetsbaar. En ieder jaar zijn er in Nederland 160.000 mensen die getroffen worden door een hersenaandoening. En het kan ons allemaal overkomen, van het een op het andere moment, jong of oud. En als het ons overkomt, dan zijn de gevolgen vaak ontzettend ingrijpend. Stel je zich maar voor, niet meer kunnen lopen, niet meer kunnen praten, niet meer op gedachten kunnen komen, je dingen niet meer herinneren. En dat zijn allemaal dingen die treffen niet alleen de persoon die getroffen wordt. Ook de omgeving van die mensen wordt ontzettend hard getroffen. En de Hersenstichting zet zich samen met ontzettend graag in voor deze mensen. Want hoe meer we van onze hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden. Wat de Hersenstichting wil doen in de toekomst is hersenaandoeningen kunnen genezen. We zijn er absoluut van overtuigd dat dat mogelijk is. Voor ons is niet de vraag of hersenaandoeningen geneesbaar zijn, maar wanneer. En hoe meer geld er komt voor onderzoek, hoe dichter bij die dag komt. Even in speciaal iets over beroerte, want daar zamelen we vandaag geld in. Iedere dag worden in Nederland meer dan 100 mensen getroffen door een beroerte. Die mensen hebben vaak enorm last van stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag of taal. En wat de Hersenstichting wil doen is allereerst de schade in de acute fase zoveel mogelijk beperken. En we willen de revalidatie verbeteren. Dus wij willen onderzoeken hoe het komt dat sommige mensen wel ontzettend goed reageren op een bepaalde revalidatietechniek en andere mensen niet. En uiteindelijk willen we er naartoe dat iedereen een uitstekende behandeling op maat kan krijgen, zodat mensen optimaal kunnen herstellen. En we kunnen dat alleen maar doen door mensen zoals Freek en Tim. En ik heb jullie vanavond al heel even kort gesproken, maar voor mij zijn jullie persoonlijk een ontzettend grote bron van inspiratie. Jullie maken. Dat ik en dat mijn collega's iedere dag tot op het bot gemotiveerd naar ons werk gaan om ons er gewoon keihard voor in te zetten dat hersenaandoeningen in de toekomst te genezen zijn en dat we er voor nu voor zorgen dat patiënten zo goed mogelijk kunnen revalideren en dat er ook een goede zorg is voor al die mensen. En ik maak jaarlijks een veel sponsoracties tegen, maar ik vond jullie sponsoractie uniek. Kijk maar even hoeveel mensen hier zijn. Er staan denk ik dik 200 mensen. Ik vind het fantastisch dat jullie al die mensen bij elkaar hebben gebracht. Ik wil niet alleen jullie bedanken, ik wil ook u allemaal bedanken. Want alleen door uw steun kunnen we dit allemaal mogelijk maken. Heel erg bedankt. Ja.